pied droit. Dit is een corset. Schoon, hè? Kunt er mee mogelijkheid mee gaan zitten, Danny? Nee, dat is natuurlijk logisch, want dat is helemaal aangeregen, hè? En als je dan in de midden knept, dan schiet het er natuurlijk al twee kanten uit. En dan deze kant is het mooi. Maar aan de onderkant, je krijgt mee mogelijkheid de benen nog krom, hè? Ja. Maar goed, je moet er iets voor over hebben, hè, om opstaand over te komen. Ik ben van opstaand. Ik heb gestudeerd. Ja, in Bels, bij Goedele Liekens. Ja, ik ben bekaald afgestudeerd seksuoloog. Dankjewel. Ja, ik heb al gemerkt dat er echt behoefte aan is, ook in opdraaien. Ja, ik heb al iemand aan de telefoon gehad voor advies. Het was Louis van Hoof, het Gils. Ja, van de plassoenendienst is hij. Ja, hij is al heel lang vrijgezel, hij belde mij nog. Hij zei, Sjanneke, zit hier? Ik heb een advies nodig. Ik zei, ja, Louis, dat kan, maar een telefonisch consult kost 35 euro. Dat vond ik geen probleem, hij had echt zeuren. Hij zei, Sjanneke, als ik nou een vriendin krijg, hè? Ik zeg, nou, Louis, dat lijkt me niet waarschijnlijk. Nee, zegt hij, maar als ik nou een vriendin krijg, hè? En stel voor dat ik ze dan ontmaagd. Kan ze dan nog wel eten? Hij komt in! Hij komt! Ja, nou, Goedele zei altijd tegen ons op de cursus, domme vragen bestaan niet, maar die is dus overduidelijk nog nooit in Gils geweest. Maar goed, officieel ben ik dus nog niet afgestudeerd, hè. Ik ben bekaald afgestudeerd en er is een klein probleempje, want ik heb alles afgewerkt. We moeten niet te heel erg letterlijk nemen. Ik heb alles afgewerkt behalve het praktijkexamen. Mijn praktijkexamen moet ik dus nog doen. Ja, en daar zit dus een groot probleem, want met een Kees, die moet mee als partner en hij vertikkert eeuwig. Dus echt, zuurt ook, hè? Met een Kees komt nog. Hij is echt, hij moest vanmiddag even nog meer naar het belastingkantoor, zeg je, want daar houden die mensen wel zien van wie dat hij werkt en hij is nog steeds terug. Ja, ik weet niet wat hij zich neemt. In eerste instantie wordt hij wel mee, hè, op de praktijkexamen. Ik had al een keisvolle, doorzichtige boxershort voor hem gekocht. Kutexamen, ja. En toen hoorde hij dus dat hij dan niet mee Goedele praktijk moest doen, maar gewoon mee men. Toen zei hij, Sjanneke, denk je dat ik dan een godverdomme van de bel schrijf? Ja, en nou, hey Rolf Dols, die een doorzichtige boxershort. Dat is gek hoe dat is gekomen, hè? Dat ga ik jullie vertellen. Mijn Kees was zo teleurgesteld dat hij dus niet mee Goedele de praktijk mocht doen. Dat hij van kooi gaat zeggen, nou een helm mee die in onderbroek. En ging hij weggooien in een ondergrondse container. Ja. En toen kwam hij op de Rijnjeplein, want daar stond er een, hè. Maar daar stond net de wethouder van het vuil, Arjaan Zwart. Die stond daar uitleg te geven over afvalscheiding. Oh, Rolf! Dus Arjaan ziet met een Kees aankomen. Die zegt, ja Kees, die in onderbroek des textiel. Dat maak er niet in. Nee. En toen zei Rolf, het is mooi, Kees, loskerken. Misschien past die men wel. En wat denkt u? Hij was ook rechts. En zo is het gekomen dat Rolf op feestelijke avonden als vanavond in een doorschijnende boxershort alleen. Ondertussen was het Kees van Geuren. Kees Geur was ter oren gekomen dat ik niemand had voor mijn praktijkexamen. En die belde met hartstikke enthousiast op dat hij wel mee wil. Ja, en dan moet je snel denken, hè. Dus ik zeg, nou Kees, anders zet het even voor me op de mail. Adres, ik heb het adres gezien. Belt hij weer terug, zegt hij, het
at Hotmail. Is de at mijn D of mijn T? Dat was wel goed, want ik kreeg mijn ingeving, hè. Ik dacht een T. Toen, Paimas. Die gaat wel met mij naar praktijkexamen. Dat is de prins, die zit ervan. Opeens zegt hij, Sjanneke, meen je dan wel roken na de seks? Ik zeg, Ton, jij rookt toch helemaal niet? Jawel, zegt hij, alleen ik na de seks. En ik heb nog een pak sigaret liggen van 3,50 €. Annemiek, die kijkt zo.
Ja, dat was mijn eerste keuze ook niet mis. Want ik vind het toch zonder leuker, hè?
Maar ik raak helemaal in de war van Niels, hè. Want Niels heeft een kaal achterhoofd, maar die heeft in veur ook helemaal niks. Nee. Dus volgens de theorie van Goedel zou dat dan betekenen dat een luie flikker is in bed en dat hij af en toe in een helder moment met zijn voorhoofd een kopschot raakt. Nee, dat wordt nog een vingerwerk. Dat kan ik niet riskeren op mijn examen, hè. Ja, maar goed, onze Keesenonderzoek, dat is nog wel ergens belangrijk. Hij denkt dus dat als iemand heel netjes is, net als ik, dat er dan daar beneden ook geen stoppeltje op staat. En hij denkt dat als iemand een beetje alternatief is, weet je wel, een beetje wat wollen sokken typeke, dan denkt hij dus dat hij daar beneden ook aan natuurlijk bosbehoud doet. Ja? En hij denkt, net als die pedicure van het Brabantpark in de Guidi, die is ieder jaar dun, dan houdt ze alles netjes bij. Het jaar erop kan ze met geen mogelijkheid meer erbij. Dan is toch beneden ook een soort verrassingspakket. Ja. En als die nou gelijk heeft, onze Kees, dan kan die ook afstuderen, zegt hij. En dan zou de gelijkwaardigheid van onze relatie ten goede komen, zegt hij. Daar komt het dus op neer dat onze Kees heel graag iedereen onze rokspul wil gaan krijgen. Hè? Ja. En nou had ik gedacht om hem te helpen. Dus ik wou jullie vragen om eens even kritisch naar rechts te kijken. En dan kijkt hij altijd, zit hij kijkt zo omhoog, en dan kijkt hij even kritisch naar rechts, en dan zegt hij, nou, ik denk, dan zegt Aletta, zegt tegen Harry. Die kijkt dan Harry aan, en dan kijkt hij naar Harry en zegt, nou Harry, ik denk dat jij meer al natuurlijk bosbouw. En als Harry dan eerlijk antwoord geeft, dan doe ik straks in de foyer een steekproef. Ja? En dan hoef ik mij de Kees niet heel duidelijk lastig te vallen. Vinden jullie dat een goed idee? Ja? Dan zie ik jullie in de foyer. Dames en heren, Annelie Reuze. Dank u wel, Annelie.